In deze video ga ik je laten zien wat mijn maandelijkse Essential Rewards bestelling van december is. Ik ben Anke van love4oils.nl en ik help vrouwen die klaar zijn om de overstap te maken naar een natuurlijke lifestyle met de hulp van essentiële oliën. Nou, mijn Essential Rewards bestelling van december. Hier is hij. Even de doos erbij. Ik heb er allemaal leuke dingen besteld. Ook heel veel nuttige dingen. Hè? Nuttige producten die ik echt nodig heb. Omdat ze weer op waren. Omdat ik het elke dag zo'n beetje gebruik. En ik wilde gewoon even laten zien wat er allemaal voor leuks in deze doos zit. Laat ik even beginnen met de supplementen. Ik gebruik elke dag verschillende supplementen van Young Living. Gewoon omdat omdat mijn lichaam dat nodig heeft. De eerste die ik gebruik, of die ik hier wil laten zien, die in deze doos zit dus. Dat is de Illuminize. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Dat is een supplement ter ondersteuning van de ogen. Hè. Ik gebruik dit nu 2 of 3 jaar. Ik weet niet eens precies. En ik heb gewoon heel snel last van droge ogen, vermoeide ogen. En dat ze zwaar voelen en dergelijke. En dat is heel vervelend. Hè? Toen ik nog werkte als diëtist, had ik echt wel gewoon dagen dat ik mijn ogen bijna niet open kon houden. Het allemaal zo zeer deed en zo droog aanvoelde. En sinds ik dus hier naartoe over ben gestapt, zijn die problemen zo goed als verleden tijd. En voelen mijn ogen gewoon altijd gewoon ontspannen aan. En dat is echt zo fijn. Dat is niet het enige supplement. Ik heb ook nog hier in de Live 9. Dat is een probiotica supplement. Heel fijn supplement om te gebruiken. Net ter ondersteuning van je darmen. Die gebruik ik ook elke dag. En daarnaast heb ik ook de super vitamine D. Kijken of het een beetje in beeld komt. Maar dit is een vitamine D supplement. Die gebruik ik eigenlijk het halve jaar, zeg maar. Hè. Dus als de R in de maand zit, dus vanaf september tot en met april ongeveer, gebruik ik de vitamine D. Wat is zo bijzonder aan deze vitamine D? Nou, kijk, vitamine D, dat is een vitamine dat over het algemeen, hè, vooral in dierlijke producten voorkomt. Maar dit is een vitamine D uit natuurlijke plantaardige bron. En als vegetariër, hè, die geen vlees, maar ook geen vis eet, vind ik dat wel heel, heel fijn. En deze gebruiken we dus allemaal thuis hier elke dag. Ik, mijn man en de kids nemen gewoon 1 zo'n pilletje per dag. Wat zit hier nog meer in? Nou, een essentiële olie. De Christmas Spirit in dit geval. Ik denk, die mag niet ontbreken, hè, in deze tijd van het jaar. Dus ik had nog een half flesje, maar nog een flesje erbij. Want deze wordt veel verstuift op dit moment. Maar het is ook super leuk om bijvoorbeeld in een sprayflesje te doen. En dat lekker jouw kerstboom mee in te sprayen. Of gewoon het hele huis mee in te sprayen. Maar ook gewoon in de diffuser is natuurlijk ook super fijn. En wat heb ik dan nog meer? Tandpasta. Die was ook weer bijna op. Ik poets elke dag mijn tanden uiteraard. Maar dus met de Thieves tandpasta van Young Living. Natuurlijke tandpasta, hè, zonder toevoegingen en troep. Met essentiële olie en verrijkt met essentiële oliën. En in dit geval dus met de Thieves essentiële olie en ook de peppermint en spearmint essentiële olie zit hierin. Ja, ik vind hem heel fijn. Ik was in het begin even wennen, hè, want dan merk je pas hoe wat er aan standaard tandpasta wordt toegevoegd. Hè, want die hele menthol smaak, hè, wat je dan met de gewone tandpasta's hebt, dat zit hier dus echt niet aan. Dus ik moest wel even wennen in het begin, maar met alles zo. Dat zei ik ook vroeger als diëtist. Weet je, je moet eerst gewoon, als mensen dat tegen me zeiden, ik lust het niet. Nou, zei ik altijd van, hè, geen gezeur, ik moet even 10 keer proeven. En dan ben je wel gewend aan de smaak. Hè? Want smaak is gewoon een kwestie van gewenning. Hier dus ook mee. Hè, de eerste keer denk je van, wat proeft het gek? Nou, gewoon blijven doen. En op een gegeven moment weet je niet beter. En dan vind je dus de gewone tandpasta's vies smaken. Dus dat. Hele fijne tandpasta. Ik raad het iedereen aan. Dan heb ik ook nog, hè, mijn cadeautje, zeg maar, voor deze maand. Dat is dit leuke doosje met een set met essentiële olie. En ik zie, oh nee, ik ga even laten zien. Er zitten 4 oliën in. Hier zit ook 1, maar die is, wat naar beneden gezakt. Ik zal even kijken. Ja, daar komt hij. Ja, daar is hij. Ik zal hem even tegenhouden. Kijk, hij zat er wel in, maar had zichzelf even verstopt. 4
ja, prachtige essentiële olie. Dit is de Great Day set van Young Living. De Great Day van Gary Young. Gary Young is oprichter van Young Living. Heeft de blends en dergelijke allemaal ontwikkeld. En kwam ook met dit protocol van de Great Day. Dat zijn 4 verschillende essentiële oliën. Die je dan elke dag op een bepaalde manier kan gebruiken. Smeren, inhaleren met affirmaties en dergelijke opzeggen. Om jezelf voor te bereiden op jouw great day. Hè? Om je gewoon klaar te zetten voor een succesvolle dag. En deze oliën, ja, die kun je niet als set bestellen normaal gesproken. Hè? Gewoon los bestelde die altijd op de site van Young Living. Maar nu in de kerstgids waren ze dus tijdelijk in een setje. Met 10% korting of 15% korting, weet ik niet meer precies. En dat is altijd superleuk. En dan een leuk doosje erbij. Welke oliën zijn dit? Nou, dit is de Joy. Ook zo'n fijne olie. Hè? Er zit onder andere roos in. Ruikt ook super lekker. De Valor. Dat was degene die zichzelf een beetje had verstopt. Dat is een olie die onder andere moed en kracht geeft. White Angelica is een hele fijne beschermende olie. Hè? Die helpt je ook om negatieve energieën van je af te houden. Nou, daar kunnen we niet genoeg van gebruiken op dit moment. En de Highest Potential. Ook ruikt heerlijk, maar die helpt je dus ook om je hoogste potentieel te bereiken. Dus dat. Dat waren eigenlijk alle dingen die ik zelf gekocht had. Maar er zitten ook altijd weer allemaal leuke gratis bonusolietjes bij. Hè, en producten, waaronder de Lemon heb ik er deze maand gratis bij gekregen. De Eucalyptus Radiata zat er gratis bij. De Cardamom Plus zat erbij, gratis. En de Pepermunt Cedarwood Bar Soap. Dus een lekkere zeep om mezelf mee in te zeepen. En de Rose Ointment. Hè? Dat is een salf. Dat is gewoon super fijn. Voor droge plekjes. Hè? Dat is een klein potje. Het is ook een harde salf, zeg maar. Een stevige salf. Dus je smeert niet echt helemaal makkelijk heel lijf mee in. Is ook niet de bedoeling. Hè? Voor dus die open mondhoeken. Hè? Schrale plekken op je huid. Mijn dochter heeft bijvoorbeeld eczeem. En daar vind ik deze salf altijd fijn voor. Als dan een plekje heeft, dan smeren we hem in met de Royce Ointment. Dus dat was mijn bestelling. Hè? Mijn maandelijkse Essential Rewards bestelling van december.